Welkom in Droogdok Jan Blanke. Het enige dubbelstenen droogdok dat na ruim 200 jaar nog in gebruik is. Mijn naam is Annette en ik ga jullie een rondleiding geven. Hij is geboren in Bergambacht. Dat is een flink eind hier vandaan. Zijn vader was daar molenbouwer. Die wist zijn vak wel te verstaan. Zijn zoon die hoger op wou komen, besloot toen nog maar 20 jaar zijn eerste baantje aan te nemen voor een handvol stuivers. Een handvol stuivers, het is waar, het is waar, ja waar. Zijn naam was Jan, de zoon van Blanken. Van Rombom wat Malekerom, hij wist van dik hout zag men planken. Van Rombom wat Malekerom, een man om te bedanken, Rombom. Lieve mensen, we zijn nu aangekomen op de dokvloer. Ervaar de grootsheid van dit droogdok. U mag uw helmen opzetten, want we vervolgen de tour nu in het aquaduct. Jan kwam naar Helvoet voor de forten en bouwde er aan onze kust. Hij deed hier danig van zich spreken en gunde zich maar nauwelijks rust. Hij trouwde hier en kreeg 3 koters, waarachtig ook geen wassen neus. Verknocht aan Willem en regenten, t'Oranje boven, t'Oranje boven was zijn leus. Zijn leus, ja heus, zijn naam was Jan, de zoon van Blanken. Van Rombom wat Malekerom, hij wist van dik hout zag men planken. Van Rombom wat Malekerom, een man om te bedanken. Van Rombom wat Malekerom, een man om te bedanken. Een man om te bedanken, Rombom.